We zijn hier in de heilige Antonius van Padua kerk in Millingen. En het is de maand december en dat betekent de feestmaand voor de kerk. De kerstmis komt eraan, oud en nieuw komt eraan. En dan zijn er altijd bijzondere diensten die georganiseerd worden. Maar ja, dan heb je corona en die gooit weer wat roet in het eten, waardoor de nodige dingen niet kunnen. Dus daarover gaan we eens even praten met de pastoor Rudo Franke. Die kan ons daar alles over vertellen. Dag Rudo. Ja, dag Erik. Het zijn barre tijden, hè? Dat kun je wel zeggen. Dus, de samenleving is toch steeds minder samenleving. Maar ja, goed. Je moet er toch mee dealen. En dan roeien met de riemen die je hebt, hè? Ja. Ik kan me nog herinneren, een jaar geleden zaten we hier ook. En toen ging alles op slot eigenlijk, hè? Ja, toen kon kerstavond alleen online vieringen zijn, dus mochten we geen mensen toelaten. Dus dat is toen om 7 uur en om 10 uur geweest op de kerstavond. En dat is het nu weer. Ja. Maar er is nu in ieder geval ook wel weer een kerstspel door de kinderen, hè? Ja, dat was vorig jaar ook. En het is fijn dat dat in ieder geval wel kan. Dus dat mensen uit de hele parochie, dus van Beek tot Millingen, dan online verbonden kunnen zijn op deze kerstavond, die toch heel erg belangrijk is, denk ik ook, zeker in deze tijd. Ja, heel veel kerken die hebben besloten op grond van het advies van het bisdom om helemaal niets te doen na 5 uur smiddag, zeg maar. Dus ook geen online diensten. Dat kan hier wel dus. Ja, gelukkig wel, ja. Dus daar ben ik heel erg blij mee dat we eigenlijk al meteen toen de coronatijd begon, ik geloof een week later al online waren. Ja, dus dat maakt ook een verschil. Dus of je contact kunt houden met je mensen. Dus er zijn mensen ook die bang zijn om naar de kerk te komen. Terecht ook. Maar goed, in de kerk kun je natuurlijk wel afstand houden. We hebben ook die koren nog steeds hangen. En dat is ook belangrijk. Dat we ook afstand houden, dat we elkaar de ruimte geven. Het is een hoog gebouw, dus er is weinig kans voor besmetting. We doen er alles aan om gewoon heel goed met alles om te gaan. Maar ook, kunnen dus mensen echt bang zijn. En dan is het goed, of niet naar de kerk kunnen komen, dan is het goed om deze service voor mensen te hebben. Dus dat ze toch op hun manier betrokken kunnen zijn en mee kunnen vieren. Ja. Nou, er is onlangs berichten geweest dat het in heel veel kerken financieel niet goed gaat. Ja. Hoe is dat hier? Nou, we hebben gelukkig nu kunnen publiceren in het nieuwste parochieblad dat het eigenlijk toch wel hier de goede kant op gaat. We hebben 2 kerken moeten sluiten. Dat hebben ze zo snel mogelijk gedaan toen het bekend was. En we hebben ze ook goed kunnen verkopen. Natuurlijk zijn gemengde gevoelens, dat zijn gebouwen die wil je eigenlijk niet kwijt. Maar ja, het mes moet erin. Want anders, het moet betaalbaar blijven. Precies, het moet betaalbaar blijven. Dus dat, en nu schrijven we voor het eerst behoorlijk goede zwarte cijfers. En dat is in heel wat parochies en bisdommen toch net wat anders. Ja. Ja. Even kort samengevat, Rudo, rond de feestdagen, rond de kerstdagen. Wanneer zijn de diensten en waar? Nou, dus online op de kerstavond is het 7 uur de herdertjesmis en 10 uur de nachtmis. Dus dat is voor de hele parochie. En, de nachtmis is ook met zang? Is ook met zang, ja. Het is aangepast. Het is geen volledig koor, natuurlijk niet. Maar moeten we kijken nog naar de invulling. Maar dit zal een zeer goede invulling zijn. Zoals we ook steeds in de coronatijd aangepast hebben. Wel steeds ook gezongen. Maar met de nodige aanpassingen. En dan kan het. En dan kun je ook toch een goede viering hebben. Natuurlijk, online. Het is net iets anders. Zeker. Dat merkte ik ook toen we weer na 2,5 maand in het begin weer mensen mochten ontvangen. Nou, dat deed wel iets met me, dat er weer mensen mochten komen in de kerk. Nou, dat was fantastisch. Ja. Maar goed, dit is het en we roeien met de riemen die we hebben. Dus, en we maken er toch een goede, goede viering van, zeker. Ja. Ja. Voor een compleet overzicht kunnen de mensen kijken op de kerkstream en op de site van de parochie. Ja. Ja, zeker. En in het parochieblad staat ook al het corona-alternatief. De eerste kerstdag is de mis om 10:30 in
Millingen. En we hebben ook een mis in Kijkerdom om 9:00 op de eerste kerstdag. En daar kunnen mensen dus gewoon naartoe komen. 10:30 is ook online. Vanuit Millingen is alles online. En de tweede kerstdag, dan zitten we in Ooi. Dus dan is in Millingen geen mis. Dan is in Ooi de eucharistieviering om 10:30, tweede kerstdag. Oké. Okay. En oudjaar is ook alleen maar online, omdat we geen avondvieringen mogen hebben. Geen publieke avondvieringen. Dus dan is het alleen online om 7:00 vanuit Millingen. En ja, ik denk dat het goed is om dan ook in te schakelen. Verbonden u te weten met de gemeenschap, met de samenleving, met gelovigen. En toch ook daar profijt van te trekken. Het is een moeilijke tijd. En dan is het goed om toch ook weer injecties te krijgen. Denk ook gelovige injecties. Van een stukje perspectief in deze toch tamelijk lastige tijd. Dus dat we weten van, te midden van de golven die ons omringen, dat we dan ook het perspectief hebben dat we ons kunnen richten naar met elkaar naar de Heer, denk ik. Ja. Okay. Nou, dankjewel voor het interview, Rudo. En ik wens je hele mooie dagen. Ja, dankjewel. En natuurlijk voor iedereen een gezegende kerst. Toch ook, hoe moeilijk het ook is, dat we met elkaar ook het verschil kunnen maken door het positieve te zien, wat we zelf kunnen bijdragen, wat we kunnen op de eerste plaats kunnen ontvangen en dan ook kunnen geven, kunnen uitstralen.